Kerstmis is voorbij, enorm veel gevreten, gezelligheid gehad, maar nu is het weer tijd voor de transferperiode. Het is vandaag 28 december 2019 en je ziet de afgelopen dagen oprecht, ja vooral nu na de kerstmis, heel veel transfers geconfirmed worden. Natuurlijk, het is winterperiode, het is de tijd van het jaar dat er heel veel transfers gaan gebeuren en wij gaan daar dus ook gewoon over praten. Hopelijk heb jij zin in deze video, doe je een blauw duimpje omhoog en abonneer jij op Twinity als je dat nog niet gedaan hebt. Doe dat dan vooral even. En natuurlijk wat ook heel belangrijk is, is dat over 1 tot 2 weken de Team of the Year op FIFA komt. En wat is nou leuker en belangrijker eigenlijk ook tijdens het Team of the Year dan het openen van pakketjes. Jawel hoor, wil jij pakketjes openen met korting? Ga dan naar startselect.com en gebruik de kortingscode Twinity bovenop jouw aankopen. Dan krijg je nog een kleine korting bovenop jouw aankopen. Dus bestel je voor 50 euro aan FIFA punten, hoef je maar minder dan 50 euro te betalen. Oh mijn god, doe dat vooral, link is daarboven in de beschrijving. Gebruik code voor de Twinity en krijg korting bovenop je aankopen bij Start Select voor jouw Team of the Year. En laten we maar beginnen met misschien wel de grootste klapper van de aflevering, Zlatan Ibrahimovic. Hij gaat weg bij LA Galaxy en gaat vanaf volgend jaar, of nee, niet vanaf volgend jaar, nou ja, eigenlijk wel, 2020, voetballen bij AC Milan. Hij zal een half jaar daar blijven voetballen tot en met 30 juni 2020. Met de optie om een contract bij te tekenen tot 2021. Ik denk dat hij even gaat aankijken hoe hij in het aankomende half jaar daar zal spelen. Zal sowieso iedere wedstrijd basis staan. En loopt het lekker, denk ik dat er nog wel een kans is dat hij anderhalf jaar dus in totaal bij AC Milan zal blijven voetballen. Een enorme grote uitdaging dus voor Zlatan. AC Milan loopt niet goed. Ik ben benieuwd hoe het daar nu zal gaan lopen met Zlatan in de aanval. Kunnen zij zich nog herpakken en hoog in het linker rijtje gaan eindigen met Zlatan? Laten we maar hopen voor hem. Ik vind het echt een zieke transfer. En ik hoop dat Zlatan nog eventjes een paar jaar, ja, toch gaat proberen op het hoogste niveau nog mee te spelen. En de Italiaanse competitie is er ook wel echt ideaal voor natuurlijk. Een spits in Italië hoeft eigenlijk alleen maar voorin te staan. Hoeft nooit mee te verdedigen. Moet gewoon wachten tot hij de bal krijgt en scoren. Dat is letterlijk eigenlijk de taak van een Italiaanse spits. Maar goed, Zlatan kan dat. Zal waarschijnlijk wel gaan lukken. En AC Milan is natuurlijk wel rampzalig bezig. Ook veel blessures. En zoeken dus meer nieuwe spelers. Zo zou nu Todibo bijna 100% zeker naar AC Milan gaan. Maar er zijn een aantal problemen bij de contractonderhandelingen. Zo wil AC Milan het liefst 15 miljoen euro betalen. Maar wil Barcelona per se 20 miljoen hebben. En een terugkoopclausule in de contractonderhandelingen. Daar moet AC Milan mee akkoord gaan. Dat zijn ze ook akkoord gegaan. Alleen willen ze maar 15 miljoen betalen. En Barca dus 20 miljoen. Nou ja, als AC Milan het geld had, hadden ze vast die 20 miljoen betaald. Maar dat hebben ze niet. Dus moeten ze eerst meer geld krijgen. En dat zal zomaar kunnen door het verkopen van een speler genaamd Ricardo Rodriguez. Er is interesse voor hem naar Napoli. En als hij voor een bedrag van rond de 5 miljoen verkocht zou worden, ik denk dat ze er meer voor kunnen krijgen. Maar goed, dan zou Todibo dus ook kunnen komen naar AC Milan. Een enorm jonge en talentvolle speler. En dan voor Ricardo Rodriguez, prima back. Is alleen wel aan de oude kant. Heeft denk ik het best al laten zien. Maar ja, bij Napoli. Beetje, Hishai gaat daar waarschijnlijk weg. Dus dan kan hij die plek opvolgen. Op zich wel een logische transfer. Iniesta speelt momenteel bij Vissel Kobe. Maar onlangs ging Mascherano, dus ook een oud Barcelona voetballer, van een hele rare ploeg. Was dat hij ook alweer? Mascherano zat ook bij een aparte ploeg in China ergens. Ging hij naar Estudiantes. Een ploeg in Argentinië. Eigendom van Sebastian Vergon. Oud voetballer. En nu lijkt ook Iniesta interesse te krijgen van die ploeg uit Argentinië. En zou hij samen met Mascherano naar Argentinië toe kunnen gaan. Naar de ploeg van Vergon. Om daar als drie legendes samen die ploeg te gaan leiden. Best interessant. Ik denk dat Iniesta wel als voetballer wordt gehaald. En niet als trainer of als coach. Maar ja. Interessant, Iniesta dus ook interesse om naar Argentinië te gaan. Alenia gaat voor een halfjaartje weg bij Barcelona. Hij zal naar Real Betis gaan, maar een enorm goede transfer is voor hem. In de zomer werd er gesproken over misschien een overstap naar Ajax. Maar het punt is gewoon bij die Alenia, hij zal best wel goed kunnen zijn. Misschien is het een enorm talentvolle middenvelder. Maar bij Barcelona, waar waarschijnlijk het beste middenveld van de wereld momenteel is, kom je gewoon niet aan de bak. Frenkie de Jong, Arthur, Rakitic, Sergio Busquets. Allemaal spelers met een veel hoger niveau. En dus is het voor Alenia goed om naar Real Betis te gaan. Waar hij misschien ook wel gewoon basis zal gaan spelen. Dit nieuws is al een aantal dagen oud. Edinson Cavani
zou weggaan bij Paris Saint-Germain en naar Atletico Madrid vertrekken. Een logische transfer. Ik bedoel, Icardi heeft de plek van Cavani gewoon opgeëigend. Cavani wordt ouder. En bij Atletico Madrid gaat het dit jaar niet lekker voorheen. Kijk, João Félix kan je niks aanrekenen. Er is gewoon niet genoeg bezetting in de aanval. Want buiten João Félix heb je Diego Costa. Eén grote grap doet helemaal niks. En Morata, een andere grote grap, doet ook helemaal niks. En dus zou Cavani samen met João Félix misschien wel de combinatie zijn die Atletico Madrid zoekt en die het probleem voor hen kan oplossen. Deze transfer zou heel erg logisch zijn. Het persoonlijke akkoord zou er ook zijn, alleen is het nog niet rond. En we blijven bij Paris Saint-Germain, want Julian Draxler die speelt daar eigenlijk ook totaal niet meer echt heel erg. Ja, het is logisch. Je hebt Neymar, je hebt Mbappé, je hebt Icardi, je hebt Di Maria die goed speelt. En ja, daarna komt Draxler, daarna komt Cavani pas. Dus ook Draxler kan weg naar AC Milan. Ook hij speelde 3 naar AC Milan van deze video. Maar dit zou alleen maar gebeuren als AC Milan hiervoor een ruil Lucas Paqueta teruggeeft aan Paris Saint-Germain. Of niet teruggeeft, maar geeft aan Paris Saint-Germain. Daarnaast zou PSG nog eens 8 miljoen betalen voor deze Paqueta. En zou dit de transfer zijn. Kijk, die Paqueta is een enorm groot talent. Er zijn meerdere ploegen voor in de race. En Paris Saint-Germain zou hem op deze manier kunnen kopen. Het is een jonge speler. Weet je, vandaag zou het best een slimme transfer zijn. Maar ja, hij gaat ook niet spelen bij PSG. Je kan hem wel natuurlijk met een perspectief op de toekomst halen. Met het idee van, misschien gaat Neymar weg. Misschien gaat Mbappé ooit weg. En kan hij die opvolger worden. Met dat idee is het een slimme transfer. En ook Di Maria natuurlijk met het jaar ouder. Dus ja, op zich wel logisch. En voor Draxler, AC Milan, een ploeg waar hij sowieso basis gaat starten. Zou mooi zijn voor hem als hij daar natuurlijk een rol gaat spelen in het verhaal van Zlatan en Draxler samen. Om het zomaar eventjes te visualiseren. Amin Younes speelt niet echt bij Napoli. Ook dat natuurlijk enorm logisch. Bijvoorbeeld Lozano is ook gehaald. Dejala bij Mertens, Milik, Insigne. José Callejón. Zoveel goede aanvallers bij Napoli. En Younes is niet goed genoeg. Dus gaat hij weg. Waarschijnlijk. En hij kan naar Keulen toe gaan. FC Köln wil Younes hebben. Natuurlijk, Younes komt uit Duitsland. En als hij daar kan spelen in de Bundesliga, is dat een goede transfer. Een kleine stap terug, maar een stap vooruit. Misschien wel voor zijn carrière. Younes zou 10 miljoen waard zijn. En dit is eigenlijk gewoon een toptransfer die ik binnen de komende 2 weken verwacht te zien aangekondigd worden. Dan gaan we naar Londen. En blijf ook deels in Napoli trouwens. Want Koulibaly wordt gelinkt aan de transfer naar Arsenal. Ja, Arsenal zoekt een nieuwe verdediger. Wat we al lang wisten, wat ook heel erg logisch is. En 2 spelers willen ze graag hebben. Waaronder is Koulibaly. Kijk, er is geen prijs bekend. Maar Koulibaly moet toch gewoon meer dan 100 miljoen waard zijn. Waardoor ik meteen denk dat Arsenal het niet zou doen. Ook met het oog en de gedachte erop dat Arsenal momenteel 11e staat. Koulibaly, spelen die nog altijd Champions League? Ja. Het lijkt mij zo onrealistisch dat Koulibaly in deze winter weg zal gaan naar Arsenal. Heel misschien in de aankomende zomer, dat zou kunnen. Maar voor nu maakt Arsenal echt geen kans, denk ik. En eigenlijk hetzelfde geldt voor Upamecano. Ook in hem hebben ze interesse in. Eén van de 2 dan wel maar, laat dat even duidelijk zijn. Maar ook Leipzig speelt Champions League. En nog altijd, Leipzig staat eerste in de Bundesliga. Arsenal staat 11e in de Premier League. Ondanks dat Arsenal nog meer geld kan geven, is het gewoon sportief niet heel erg goed voor dit soort spelers om op dit moment een transfer te maken naar Arsenal. Hetgene waar Arsenal misschien een beetje een fout in heeft gemaakt, is het terugsturen of het kopen en direct wel uitlenen van Saliba naar Saint-Étienne. Ik denk dat Saliba misschien nu al beter zou zijn dan een speler als ja, Socrates, David Luiz. Dat zijn gewoon kutspelers. Saliba zou veel beter kunnen spelen daar. Maar goed, ze hebben hem niet. En daardoor zijn er nu problemen achterin. En daarnaast zal Arsenal nog een speler hebben. Genaamd Rabiot. Speelt niet veel bij Juventus. Is ontevreden met zijn speeltijd. En dus zou het best een logische transfer zijn dat hij naar Arsenal toe zou gaan. Ondanks dat wil Juventus hem absoluut niet kwijt. Juventus is vaak dat ze ja, heel erg hun poot stijf houden met dat soort spelers. Rabiot speelt er sowieso pas een half jaar. En ik denk dat Rabiot een speler is die de tijd nodig heeft. Hij heeft ook al een half jaar lang niet bij PSG gespeeld. Omdat hij toen wegging naar Juve. En PSG besloot hem gewoon helemaal niet meer op te stellen. Rabiot is niet de alleroudste voetballer. Heeft het echt wel in zich om op dat niveau te spelen. Dus ik denk dat hij uiteindelijk nog wel aan de bak zal gaan komen bij Juve. Maar dat ze hem gewoon de tijd moeten geven. Ondanks dat Rabiot nu ontevreden is, denk ik dat Juve hem niet al laat gaan. En dat Rabiot uiteindelijk nog altijd wel tevreden zal worden bij Juventus. Inderdaad, nog één keer Arsenal. Nog één keer
een transfer. En dat is Xhaka. Hij lijkt weg te gaan. Dat wist wel lang. Maar hij lijkt zijn opvolger gevonden te hebben. Ook hij naar de Bundesliga. Hertha BSC lijkt zijn nieuwe club te gaan worden. En het is goed voor Xhaka om weg te gaan. We weten natuurlijk allemaal zijn relatie met de fans. Dat is niet zijn schuld. Maar die is wel enorm slecht door zijn slechte resultaten. Misschien is het dan toch zijn schuld. In ieder geval, Xhaka gaat weg naar Hertha. Dat lijkt bijna 100% zeker. En ook deze transfer verwacht ik binnen nu in 2 weken afgerond te zien worden. Een goede transfer, want bij Hertha kan hij weer in spelen. Is het niveau en de druk misschien ook iets lager dan bij Arsenal. En dus een positieve ontwikkeling voor Xhaka. Dit waren alle transfers van de transfervideo van vandaag. Hopelijk vond jij het leuk. Heb je een blauw, heb je morgen, dan gaan we naar de Twinity. En zie ik jou in de volgende video weer terug. Jongens, de ballen, laat ze absoluut niet vallen. En tot de volgende keer. Joejoe!